Vandaag een tip uit de Luisterbieb. Schilderslief, de nieuwste roman van Simone van der Vlucht. Voorgelezen door Diewertje Blok. Het boek is vorig jaar uitgekomen en ontzettend populair, ook hier in de bibliotheek. Hier zijn nergens meer papieren exemplaren te vinden, dus ik heb een plaatje uitgeprint om aan jullie de voorkant van het boek te kunnen laten zien. Het vertelt het verhaal van een niet zo mooie en onbekende periode uit het leven van Rembrandt van Rijn. Als je wat over Rembrandt weet, vorig jaar was het Rembrandtjaar, dan ken je vast de twee belangrijkste vrouwen uit zijn leven. Saskia van Uilenburg, met wie hij getrouwd was. En Hendrikje Stoffels, met wie hij ongehuwd samenwoonde. Beide hebben vaak model voor hem gestaan en komen dus veel in zijn werk voor. Veel minder bekend is dat er in het leven van Rembrandt nog een vrouw voorkomt. Haar naam is Geertje Dirks. En zij is degene die in de 7 jaar tussen het overlijden van Saskia en de komst van Hendrikje zijn leven en zijn bed deelt. Zij is de vergeten vrouw en zij is de hoofdpersoon in het boek van Simone van der Vlucht. Het verhaal begint bij de opname van Geertje in het spinhuis in Gouda. En al snel blijkt dat Rembrandt achter die opname zit. Geertje komt in het leven van Rembrandt als een zogenaamde droge min. Zij komt in huis om voor de kleine Titus te zorgen, als Saskia al heel ziek is. En na het overlijden van Saskia krijgen Rembrandt en Geertje een verhouding. En delen ze 7 jaar lang het leven en het bed met elkaar. Alleen kan Rembrandt niet met Geertje trouwen. Saskia heeft namelijk in haar testament bepaald dat alles na haar dood naar Titus gaat. En dat Rembrandt het vruchtgebruik over de erfenis heeft. Maar dat dat komt te vervallen als hij hertrouwt. Wat Rembrandt wel doet, is Geertje de kostbare sieraden van Saskia geven, zodat zij die ringen kan dragen en aan de buitenwereld kan laten zien dat ze samen een stel zijn. Maar dan komt er een nieuw dienstmeisje in het huis wonen. Haar naam is Hendrikje Stoffels. Ze is mooi en jong en Rembrandt valt als een blok voor haar. En hij wil van Geertje af. De breuk tussen de voormalige liefden is hard. Een gesprek over alimentatie volgt in de keuken van het huis van Rembrandt, met Hendrikje als getuige. Maar ze komen er niet uit. En Geertje trekt in een sjovele herberg op het Rapenburg. En om aan geld te komen, beleent ze enkele van de kostbare sieraden van Saskia. Maar die gevolgen zijn rampzalig. Want zoals het begin van het verhaal al vertelt, ze komt in het spinhuis terecht. Simone van der Vlucht stuitte op Geertje Dirks bij het schrijven van haar roman Nachtblauw, dat zich afspeelt in een schildersmilieu in Amsterdam in de 17e eeuw. En ze was gelijk geïnteresseerd. Ze deed heel veel research en ze kwam er bijvoorbeeld achter dat pas in de jaren 60 van de vorige eeuw er documenten in de openbaarheid kwamen waarin de niet zo fraaie rol van Rembrandt in deze geschiedenis naar voren komen. Blijkbaar was er toch een belang om deze wat minder mooie kant van onze meesterschilder een beetje onder het tapijt te schuiven. En als Geertje al in de voetnoten van de geschiedenis naar voren kwam, dan was het als een hysterisch chanterend viswijf. Maar Simone van der Vlucht doet aan eerherstel. Zij geeft Geertje een gezicht en een stem. En nogmaals, ze baseert zich op heel veel documenten en bronnenonderzoek. En de gaten in de geschiedenis, de witte vlekken, die vult ze zelf in. Maar ja, dat mag natuurlijk in een roman. Het beeld dat ze van Geertje heeft getekend, is die van een sterke vrouw. Een vrouw die zich niet zomaar aan de kant liet zetten na 7 jaar ongehuwd samenwonen. En die de moed had om de strijd aan te gaan met de grote kunstenaar. Maar wel het onderspit delft. Simone van der Vlucht trekt je mee in dit verhaal. Je ziet als het ware het 17e eeuwse Amsterdam voor je en je wordt meegezogen in het verhaal van Geertje Dirks. Het is een verhaal om in één adem uit te luisteren, in de Luisterbieb. Heel veel plezier daarmee.